Ja, je kunt daar hele bombastische woorden voor gebruiken, maar het is voor mij heel simpel: er zijn voor een ander. En als ik zeg, ik zou graag iets willen betekenen voor een ander, dan is dat een wens, want dat kan ik niet vastleggen. Maar er zijn voor een ander, in dit geval voor de bewoner, is voor mij een hoofdzaak. Ik heb ook wel ander vrijwilligerswerk gedaan en stervensbegeleiding. En mensen met familie die overleden hadden, die kanker zijn overleden. Maar dit vind ik toch veel directer. Je hebt veel meer contact met en de bewoner en met de mensen die op bezoek komen. Dus familie, kennissen, vrienden. En dat maakt het juist zo fijn. Mensen te... Ja, er voor mensen zijn, mensen te ontmoeten die eigenlijk op het laatste kruispunt van hun leven staan. Dat is een, dat voelt voor mij prettig, prachtig, mooi.